Hallo kijkers van IMT, vandaag ben ik hier samen met Mark op RuneScape 3. Hallo. Zo, ook die lekkere voice crack. Nee. Ja, dat doet het niet toe. Vandaag hebben we een leuke challenge. Die ik zelf heb bedacht. Maar ik ga weer via draaien. Oh, dat kan niet. Jammer. Jammer. Maar in ieder geval, wat we gaan doen, is iets heel simpels. Maar ook iets heel erg leuks. Want we gaan namelijk in de free-to-play wereld, wat alles voor level... Telefoon mond dicht. Oké, take 2. Nee, even serieus. Wat we dus gaan doen is dus alles wat voor level 1 is, mogen wij gebruiken. Wij mogen niks van onze bank halen, we mogen niet banken. En we mogen geen coins gebruiken in shops. Dus we moeten puur alles looten, vechten of verzamelen. Dus dat betekent dus, als je dus bijvoorbeeld de minimap even opent en het goed gaat. Loading, loading, loading. Ja, precies hetzelfde bij mij. Zo, ook zo lekker getimed, hè? Zo, die gaat zo snel, jongen. Jezus, een olifant is zo snel in het bevallen. Bij mij is hij al geladen. Ja, bij mij niet. Ik heb slow internet, hè, dat weet je. Ah, kijk, hij is klaar met laden. Dus je ziet, we zitten in een free-to-play wereld. En dan eruit. Zo. Zo en zo. Zoals je ziet, hier zitten dus alle banken. Zie je hier. Die hier dus staan. Die mogen we dus niet gebruiken. De general, de kind of exchange, mogen we wel gebruiken om te verkopen. Wij mogen geen shops gebruiken om spullen in te kopen. We mogen daar wel spullen verkopen. Wij mogen verder alles gebruiken. Rest potions, posities, ovens, mines. Alles mag je verder gebruiken. Snap je de rails een beetje? Ik nog wel een beetje. Alles wat level 1 is, dus... Dus dat betekent dat je dus alleen normale trees mag kappen, dus geen oak, geen willow, noem maar op. Zullen we naar onze bank toe gaan? Is goed. Stop ik daar al mijn armor en shit in. Ook al je coins. En tot hoe ver gaan we, Mark? Wie als eerste weet hoeveel coins is? Wat is een goede startsteen? Lijkt jou handig. 100.000 lijkt me wel een beetje te veel. Ja, dat klopt, dat is 100k. Laten we zeggen 25k. Is goed, ik zet mijn geld op de bank. Ik precies hetzelfde. Kijk even bij jou. Zo, oh, je hebt lekker duur armor aan, zeg. Ik kan misschien iets opslomen. Hé, hey, je ligt al body runes, ik ben al begonnen. Wauw. Wow. Ja, het ligt hier heel random. Oh, wacht, dat betekent dat we misschien een runecrafting kunnen doen. Ik moet even heel wat weghalen uit mijn... Oh, die schoentjes mag je aanhouden, oké? Okay? Ja, als jij die goed, ring maar... ook omhoudt... Dan pak ik die ring ook, heb ik ook een paar schoenen, oké? Okay? Let's see. Boots. Ik heb ook die Blue Dragonhide van Braces, maar dat is niet zo erg. Het geeft wel 72 of 42 armor, hè? Maar waarom heb ik die ook? Wat is dat? Ja, die heb ik ook. Trek die ook aan, Mark. Nee. Dit is alles wat ik nog heb. Nul money. Oké, okay, dan zeg ik, hè? 3, 2, 1, go. Zo, meteen een diepe stilte. Concentratie to the max. Oh ja, Mark? Je mag ook geen runboost gebruiken en cabbage teleport. Daar moet je ook een bepaald level voor hebben gehaald. Klopt. Maar Mark, weet je niet dat ik een speciale truc ken die nu net aan de gang is, waar je dus heel veel geld van kunt krijgen. Pieter! Ik ga gewoon makkelijk doen. Dus 25k. Geen banking.
Crafting gold mag niet. Dit wat op je toolbelt staat, mag dat wel? Ja, we hebben allebei alles aan broen, hè? Ja. Ja, dan mag dat. Eerst deze even vermoorden. Nog 0 coins. Dood. Imp. Oké, ik heb meteen 832 cirkel. Zeg maar ruim. Ik doe maar wat, joh. Ja, ik ook. Ik heb nu geen flauw idee waar ik moet beginnen. Ik had al wel een plannetje wat ik ging doen, maar... Nu zit ik zo te kijken van, ja, is dit wel handig? Oh my god, event is net afgelopen. Wat voor event? Ja, ga ik het natuurlijk niet vertellen. Dat is voor de volgende keer misschien, hè? Wauw. Misschien heb ik er nog wat van kunnen krijgen. Ik ga gewoon proberen. Ik weet niet wat ik anders moet doen. En nou, I can. Wauw, ik krijg geen rewards. Ik heb een idee. Deze loodstone moet ik hebben. Een vark. Vind ik mooi dicht bij de GE om een mooi slokje van water te drinken. Wil enige keer wat je aan het doen bent, of gaat doen? Ja, ik ben wel iets bezig, maar ik weet niet als dit me echt veel geld wat gaat opleveren. Wat ga je aan het doen dan? Ja, dat ga ik natuurlijk niet zeggen. Waar ben jij? In de omgeving van Lumbridge, laat ik het zo maar zeggen. Ik heb zo'n vermoeden dat je boom aan het hakken bent. Die is vanzelf wel. U ze maar meenemen. Hier heb ik dus helemaal niks aan. Wat ik nu ga doen, ga ik veel meer geld opleveren. Dus dan ga ik hopen. Je kunt beter hopen dan denken. Hé, hey, ik dacht dat je de andere mobs leefde. Of is het aan de andere kant? Wat? Leven die hier niet meer? Oh, wacht, die hebben nooit hier gezeten. My god, dit is zoveel kostbare tijd dat ik nu verlies. Zoveel kostbare tijd. Terug naar Lumbridge. Ik heb wel zo'n vermoeden waar Mark zit. Waar dan? Ja, dat ga ik niet vertellen. Zit me nu op de minimap. Oh. Ik denk dat je al verder bent dan mij. Ja, misschien. Of misschien ook niet. Wie weet. Nee, kom mee, maar die ligt verder niet echt veel bijzonders. Oh my god, die is op een potter. Dat is pretty shit. Oh my god, die heb je ook echt geen ene hond aan. Ja, laat dit maar gaan doen dan. Anders ook echt helemaal niks. Maar wat nou als je inventory vol zit? Ja, dan moet je naar de GE. That's pretty shit, hè? Ja, nou, dan ga ik maar richting Vork. Want anders kun je een banking dingen gaan doen. Maar jij bent gewoon een bronze bar gaan maken of zo? Ja. Die leveren minder op dan mijn manier op dit moment, hoop ik. Hoop je? Hoeveel zit die per bar waard dan? 199. Oh! Die van mij is 758 per stuk. Dat is toch een tikje meer, hè? Ik wil god niet wat ik hier daarna moet doen. Nou, verstandig is om... Dit te veranderen naar een volgend item, of... Om het te behouden. Een enkel flauw idee. Even kijken hoor. Naar de GE statussen.
Oh, dit zijn monsters. Ik moet voorwerpen hebben. Ja, ik weet wat ik hierna moet gaan doen. Weet je nog blijkt die ene quest die ik net laatst gedaan heb? Ligt namelijk iets behoorlijk anders op de looproute. Maar trouwens, is het toegestaan om items te kopen van de GE? Nee, dat lijkt me. Maar je koopt niks uit de store. Maar nog, alsnog, dat lijkt mij niet. Lijkt me meer zoiets van, ja. Dit gaat ook niet echt lekker werken. Ik ben echt aan het denken van, denk, wat is logisch? Terwijl jij al aan het denken bent, dan heb ik alweer een rondje gedaan, joh. Hoeveel money heb je al? 2,5k. Jij bent al op 10%. Hallo. En letterlijk, ik zit nog op 0k te hikken. Ik heb echt geen flauw idee wat ik nu aan het doen ben. Je doet maar iets zeker. Ja. Af en toe kan er wel eens een beetje lag zijn, ik weet niet waarom, maar dat maakt niet uit. Gebruik je heel toevallig fraps? Ja. Ja, daarom dus. Af en toe vind ik mijn pc dat niet echt zo leuk. Wacht, wacht, dat is ook kopen. Misschien weet ik er een. Waarschijnlijk. Ik heb een heel leuke gevonden. Die wel werken, hè? En geen internet gebruiken, Ido. Dat doe ik ook niet. Ik wil alleen runescape.com naast me aanstaan met GE-statussen. Hoeveel iets waard is. Dat is wel internet. Hey, wacht even, iemand is hier bezig met magic. Volgens mij. Iemand is flink af te slachten. Dat is even chill. Free coins en al die shit. Thank you. Ik heb 5 coins. Dat is nog niet eens iets vergeleken met mij wat ik nu op. Ik heb 17. Wauw. Terwijl ik al ongeveer 2k heb, joh. Ik hoop dat deze mons. Huh? Oké, okay, tax je bug, jongens. Runescape is gebugd. Wie kan me even bannen? Ik heb gebruik gemaakt van een glitch. Wauw. Oh yeah. Mark, ik ga zoeken over je 2,5k heen. Waarschijnlijk. We shall see. Hé, hey, nog zo'n monstertje die iets leuks kan droppen. Maar trouwens, is het toestel om naar Karamia toe te gaan? Moet je wel iets verkopen? Ja, het kost geld, dus... Ja, je koopt wel wat. Hé, hey, het droopt ook weer wat leuks. Oké, okay, GE. Oh, you can't do that while in combat, oké. Dat is natuurlijk ook nog een mogelijkheid. Hey Mark, hoeveel heb je al? Steeds 2,5k. Zo. Jezus, ga je maar elke video boeren of zo? Ik heb ja. Al 10k. Ik ga niet eens afvragen hoe, joh. Maar ik sloop ook een beetje dood. Maar het is toch wel de moeite waard om inderdaad te blijven, wat ik aan het doen was. Ik heb misschien nog een ander leuk idee. Even kijken of er nou waard is. Even terug op de GE. Ja, dat is zoveel vaat. Oké. Okay. Kijken. Nee, die andere leefde meer op. Oké, okay, ga het nog een keer doen.
Dus dat betekent dat ik nog één volle inventory heb. Dus gewonnen heb van Mark. Nou, dat klinkt dat positief voor mij. Ahem. Hey Mark, ben jij weer aan het smitten? Aan het smeden? Smitten, smeden, snap je hem? Nee. Hey Markje. Wat was deze monster nou? Je schunt zich erop. Ik noem expres geen naam hoor, voor Mark. Om hem in de tuin te leiden. Hier heb ik echt geen ene kippenkloot aan. Snap je? Kippenkloot. Ah. Hey. Ik sta nu net bij kippen. Wauw. Wow. Hey, niet dat monstertje killen. Je moet dit even doen. Goed zo. Zo, weer 700 erbij. Zo, weer ongeveer 700. Nog een keer plus 700 ongeveer. Nog een keer ongeveer plus 700. Hé hey Mark, is er al een betere tip voor jou? Ga naar Steven. Thieving. Nee. Doe nog eens een handje helpen. Ik kan nu zo lullig zijn, maar dat ga ik me niet doen. Wat wil je doen dan? Nou, ik heb nog misschien een ding openstaan met mining urns op mijn GE. Maar dat is geen level 1, hè? Nee, weet ik, maar dat zal zo lullig zijn. Zo van, ja, ik heb 25k. En dan gewoon niet te zeggen wat het is. Dan zal ik zo lullig zijn. Oh yeah. Wat moet ik hier nou mee? Zit hij weer kappen af te slachten? Ik wist het alweer. Ik ging even kijken. Oh. Kijk jongens. Zo moet dat gaan. Mijn kip! Ik zit een bottetje te trollen. Oh, met Summon kun je een kip inspannen. Klopt. Wist ik helemaal niet eens. Waarom kom ik er nu pas achter? Dat weet ik niet. Welke ik mijn Summon level al 22 heb. Weet je wat wel chill is? Eerder altijd als je naar Lumbridge valt teleporteren, dat het gewoon iedere 30 minuten maar kon. Oh. Maar ben ik blij dat ze dat eruit hebben gehaald. Dat was zo annoying. Ja. Oh mijn god. Even zien. Price checker. Hoeveel heb ik ondertussen alweer? Oh, ik heb weer bijna 10k joh. Even een paar k erbij en dan... Huh? Sinds wanneer kan een kip zeggen I have returned? Wat? Of I am returned of zoiets. Ja, dat is heel logisch. Not. Hashtag yeah, I am sir. It's really logic. Oh, bedankt voor de killsteal. Kijk de loot. Na 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 na. Als ik een kaantje helpen dan? Zielig bottetje. Hij reageert sneller dan mij. Zeker omdat ik iets hogere ping heb dan hem. Feathers. Als je straks dit filmpje terug ziet, hè, maar dan denk je echt zo van, wat ben je dan voor een vieze naaier? En als je mijn filmpje aan het terugkijken bent, dan denk je echt zo van, wat ben ik allemaal aan het doen? Zo hard vraag ik het me dus al af. Ja, ik moet eens even denken van, wat is nou een goede manier? Normaal pak ik gewoon een GE, dan ga ik Haya Kelmen of zoiets. Hoe precies heet. Ik denk dat ik wel weer 10k erbij heb. Oké, ik ga dit zo verliezen. Even ter correctie. Yep. Je hebt het al verloren. Ik wil je nog maar naar de GE toe en ik heb gewonnen.
Oh, wauw. Ja, nog één tussenstap. Ik moet van het object nog iets anders maken. Daar heb je level 1 voor nodig. Het is iets hoe ik altijd vroeger dacht hoe je die skill moest trainen. Alleen maar dat. Echt alleen wat dat was. Toen op een gegeven moment YouTube kwam, bekende werd, en toen dacht ik, laat ik even googlen hoe dat precies werkte, die skill. Nou, je hebt nog 30 seconden, Mark, om naar Farm te komen en mij snel voor te zijn, anders heb ik gewonnen. Nou, dat ga ik niet meer redden, joh. Hoeveel heb je nu al dan? 5k. Wat? Ik heb nu al 10k aan coins. Om precies te zijn, ik heb 10.613. Moeilijk zeg. Nou, op naar GE dan. Nou, eens even kijken of dat echt zo is. Ja, je hebt echt level 1 voor nodig. Ja, misschien wil ik dan vals spelen, maar nee, toch niet. Ik kom maar weer eens even naar Fork toe. Mijn inventory zit weer vol. Wat ben je wat aan het maken dan? Ja, dat zie je vanzelf al als je deze opname terugziet, joh. Ja, ik heb toch al gewonnen. Dit geeft me toch nog wel iets meer geld. En je hebt alleen maar level 1 nodig. Wooden logs? Nope. Copper en tin ore misschien? Nope. Dat deed ik wel de eerste twee keer. Daarom heb ik waarschijnlijk nu keihard gefaald. Maar ja, maakt niet uit. Dat is dan maar zo. Start eraan. Ga je dat fucking serieus menen? Ik heb het gehaald. Mark. Ik heb niet eens alles verkocht, hè? Wauw. Dat ik alles dat je verkoop, heel snel. Dan kom ik op... We zien op 28.119 coins. Kom je richting GE? Ik ben er al. En waar sta je dan? Tot voor je. Oh, daar. Mark, even ruilen, even kijken hoeveel geld jij hebt. Dit is al mijn geld op dit moment. Hoeveel heb jij? Fix ik dat ook alweer. Als je hebt dat geldtekentje drukt, dan typ je gewoon 50 M in. Dan krijg je alles. Mark heeft maar 15.924. Ik dacht echt in het begin van de opname van... Yo, dit heb ik gewoon zo en zo hard verloren dit. Gewoon echt ziek had hoe hard ik gaat gaan verliezen. Maar nee dus. Nee. Dat kan wel enig vieren. Let's celebrate! Woehoe! En, dit gaan we doen met Mark. We gaan hem gewoon begraven. Maar in ieder geval, hier zit deze challenge erop. En dan ga ik dus zeggen, bedankt voor het kijken. Laat een like achter, vergeet niet te abonneren en tot de volgende keer. Doeg. Doeg.